Oeh, Oscar. Dat ziet er goed uit. Mm-mm. Fresh, fresh, nieuwjaar. Chicks kunnen niet meer van je afblijven. Ik ben als honing. Mm-hmm. I'm the man. Shit. Mama zegt dat we moeten gaan. Ja, ik ben nog niet klaar. Jouw probleem. Maar als ze boos wordt, is het jouw schuld. Hé, hey, terugleggen. Dat is een limited edition, hè? Dit? Is dit een limited edition? Ja, blijf er met je poten vanaf, Angel. Ik meen het. Oh. Niet doen. Blijf er met je poten vanaf. Gaan we hem breken? Angel, ik meen gaan het. Gaan we hem scheuren? Hé! Hey. Oh. Hey. Helemaal gek geworden. Mama! Ja, hij had mijn comicstuk gemaakt. Ja, en dan ga je je broer slaan. Mama. Doe eens lief. Hij heeft toch mijn comicstuk gemaakt? Waarom mag hij überhaupt mijn kamer in? Het is een spannende dag voor hem vandaag, mi amor. Que te pasó? Mam! Mam, luister. Mam! Ay, wat is dit? Mio, no te preocupes, mi amor. Mam! Tranquilo. Vandaag ga je naar de middelbare school. Ja. Mi niño grande. Dat je niet kan wachten om in de klas te zitten. Oké, luister. Ja, daarbinnen ben ik iemand, oké? Ik word daar bewonderd en gerespecteerd. Yeah, right. Ja, en dat ga je niet voor mij verpesten, oké? Dus deze broertjes shit gaat tot de ingang. Begrepen? Wat schuift het? Ik wil je best negeren, maar wat krijg ik daarvoor? Wat dacht je van een limited edition Spider-Man comic? Zie je kruid als dat me boeit? Comics zijn voor nerds, zoals jij. Weet je wat ik wil? Ik wil je slaapkamer. De grote. Ja, dag. Ja, het is dat of ik kan ook hier in huilen uitbarsten op het schoolplein, zodat iedereen het ziet. Dat zou je niet doen. Try me. Ik had hem bijna weg met dit schatje. Ja, alles is echt niet gehad, hè. Oké, okay, dat is goed. We hebben een deal. Fijne dag, hè, Oscar. Ja, doei. Hoi, Lucas. Hoi, Steve. Wat was dat? Was dat nou Angel? Ja, ik ben bang van wel, ja. Gaat hij al naar de brugklas? In mijn hoofd is hij echt nog 8 of zo. Wat eet jij nou? Worstelbroodjes. Met sensei, zeg. Dat je pas echt sterk kan worden als je veel eet. Tik dit. Voel. Oké. Hij zegt ook dat als ik zo doorga, ik binnenkort voor de gele band kan gaan. En zijn zij is echt super tof. Je zou hem ook echt super cool vinden. Thanks. Maar nee, ik ben niet echt into vechtsport en zo. Karate is geen vechtsport. Het is een zelfverdedigingssport. Dat zegt de sensei altijd. We snappen het. Hey, maar boys. Hebben jullie door? Dit is gewoon voor het eerst dat we een schooljaar beginnen zonder gepest te worden. Dat is goed. Ja, met jullie? Weet jij wie dat ventje op het schoolplein was? Nee, geen idee. Ik denk een wees of zo. Een wees? Dat is echt zielig, hoor. Ja, man. Hey, laten we gaan. Ja, ja, rustig. Later. Hi. Ho! Hey. Hey, schatje. Hi. En? Heb je ze al verteld over de wedstrijd? Wedstrijd? Welke wedstrijd? Ja, dit is echt super vet. Er komt dus een hiphopwedstrijd aan voor jonge talenten. Nova had het gezien op een Insta-post. En de deadline was gisteren. Dus ik heb ons echt meteen ingeschreven. Dope, hè? Ja, wanneer is dat? Over een paar weken. Maar dat redden we wel, als we gewoon veel oefenen. Ja, ik weet niet, man. Hoe bedoel je, ik weet niet? Dit is dé kans voor de flexe gasten.
Ik bedoel, als we die wedstrijd winnen, dan staan we echt op de kaart. Ja, maar waarom al die moeite? Ik bedoel, we zijn toch al lang populair. En ik moet me ook gewoon gaan focussen op school, anders ga ik het niet halen. Ja, en ik heb het nogal druk met karate en zo. Dus als ik voor de gele band wil gaan, dan, ja. Wacht. Wat is dit? Jullie willen toch wel gewoon door met flexgasten? Ja, tuurlijk. Als het gewoon niet te veel tijd kost. Oscar, wat was dat? Waarom wil jij flexe gasten niet naar een hoger niveau brengen? We doen dit toch met z'n drieën? Gast, ik ken jou langer dan vandaag. Straks zitten we weer elke middag in de studio en daar heb ik gewoon geen zin meer in. Lekker ambitieus ben jij. Gast, we zijn nu hartstikke populair. Geniet er eventjes van. Ja, man. Nice guy. Nice guy. Yo, man. Beetje een goede vakantie gehad? Ja, man. Beetje geskate, meertje. Op een gegeven moment ja! Eigenlijk is karate meer een mentale sport dan een fysieke. Ik bedoel, ja, ik ben sterker geworden. En ja, ik kan iemand met één simpele beweging uitschakelen. Maar waar het echt om draait, is de filosofie erachter. John, eens even kijk. Wat moes. Ik ben best benieuwd naar hoe jij iemand uitschakelt. Wat hadden wij afgesproken? Je zou uit mijn buurt blijven. Anders kan je fluiten naar die grote kamer, hè? Uit jouw buurt? Gast, ik blijf toch uit je buurt? Ik doe niks. Jij komt naar mij toe. Bovendien, je hebt niet gezegd dat ik niet met Lucas mocht praten. Nou, Angel, dan zeg ik dat nu. Steven en Lucas zijn ook off limits, ja? Kom je? Hallo, ik wilde net mijn karate moves laten zien. Ja, dag, daar heb ik echt geen zin in. Straks zet je ons weer verschut voor de hele school. Jij denkt echt dat ik niet goed ben, hè? Luc, je zit nu 2 weken op karate. Waar je demonstratie voor als je de bruine band hebt of zo? We gaan nu een broodje halen, ja? Kom je? Nee, weet je, ik ga nu mijn karate moves aan je laten zien. Yo, daar is die hoor. Rappers Delight, my main man. Hey Stanley. Hoe is het, man? Hoe was je zomer? Goed. Kan ik even met je praten? Tuurlijk, what's up? Ja, Steve, het is geen huiswerk. Ik kan ze niet dwingen. Ik snap het gewoon niet. Het was echt vet vorig jaar. En we hebben echt toffe dingen mogen doen. En nu kan ze niks meer schelen. Tja, zo kan het gaan. Hè? Toen ik 14 was, was ik helemaal into voetbal. Een jaar later kon het me niks meer boeien. Zo zijn jullie pubers. Ja, maar ik niet. Ik wil echt verder met hiphop. Misschien wel doorbreken of pro gaan. Maar dat kan niet zonder Oscar en Lucas. Praat met ze. Vertel waarom je die wedstrijd echt wil doen. En misschien bedenken ze zich wel. Kijk, Lucas en Oscar zijn aardige, verstandige jongens. En daarbij, het zijn je matties. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze jou gaan laten vallen voor een of andere nieuwe hobby. Kan niet! Knijp me maar in mijn arm als het klaar is. Wat is hier allemaal aan de hand? Kia! Lucas doet een kata. Een soort karate-ritueel of zo. Hij is eigenlijk best goed. Heeft hij dit allemaal in 2 weken geleerd? Zieke shit. Echt een kleine slip!
Hij vindt het bijna slim. Maar die was kung fu schijting. Maar die was kung fu schijting. Lekker, Lucas. Waarom doe je nu die kata sinds hij zei dat je er nog niet klaar voor was? Lucas? Goeie kata, man. Haha. Nee, ik meen het. Je was echt ziek goed en ik weet zeker dat mensen dat gaan onthouden. Yeah, right. Dat andere zijn ze vast zo weer vergeten. Dit was gewoon een... Fucking afgang? Wat als iemand dit heeft gefilmd en online zet? Dan is die shit binnen no time trending. Ik moet denk ik naar een andere school. Ja, dat is misschien wel het beste, ja. Voor ons allemaal. Het beste? No way, gast. Je blijft gewoon hier op school, ja? We verzinnen wel wat. Zoals? Sorry, Steve, maar dit gaat echt niemand vergeten. Tenzij we een comeback maken met flexe gasten. We doen mee aan die hiphopwedstrijd en die winnen we keihard. Kom aan. Vorig jaar waren we ook de grootste losers van de school. Toen heeft hiphop ons ook gered. Dit is wie wij zijn, boys. De flexe gasten. Holy shit, Zoe Jada zit in de jury? Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Ik zei toch dat het tof was? Doe je mee? Lekker. Gast, schiet nou op. Ah ja. Sloom is slak. Hé, één ding. Op school kennen we elkaar niet, ja? Ik wil liever niet dat iemand weet dat jij mijn broer bent. Godverdamme, ga weg. Oké, dit is nu officieel een ramp. Iedereen noemt me bruine slip. Lucas heeft besloten dat hij zijn werk bij Flex Gasten niet langer kan combineren met zijn nieuwe liefde, karate. Lul. Oscar, waar ben je? Jij.